Ek het deernis, die vervaardigers Johan en Rudy het my genooi om met in Pretoria te kom kyk. En ek het toevallige recensie daaroor gelees wat Johan de Beer geskryf het in die Pretoria News. En ek glo wat uit Johan de Beer se mond uit kom glo. En sy het gesê, dit hoog ingeskryf en besluit ek dan gaan ek plan maak. En toe ek het gesien het ek net besef maar dit met aard op te kom. Maak jy saak hoe ek dit laat gebeur het, dit met aard op te kom. Wat is die impak het by jou gehad? Dit was my vreemd, aanvankelijk, want ek is self een actrice. So aanvankelijk het ek geïntimideer gevoel en ek het onzeker gevoel wat om te doen. Ek was bang, ek het blij goed processeer. Moet ek jy acteer as hy die hand, as hy vir my lijk of hy koud krijg, moet ek vir my handdoek gee? As hy vir my vraag vraag, moet ek antwoord, moet ek stil blij? Moet ek in sy oor blij kyk, moet ek wegkyk? Help ek om nou, of neek ek het nou op? Die eerste een was vir my intimidering. Ja. En toe later, toe het vir my half amper geraak is of jy in het so type van een mantra, so ervaring wat jy nie so ingaan en jy gaan net so ek was toe met die volgennis was ek totaal nog net meegesleer en het ek net deel van die proces geraak en ek het vergeet van myself, waar ek my die eerste een totaal selfbewus was. Ek het gevoel dat dit is natuurlijk nie vir elke theaterganger nie, want nie elke ou sien kans om in so 1-tot-1 confrontatie met een acteur te wees nie. Maar ek het gevoel dat dit mense se lewens sal verryk as ek dit beantwoord. Dit gebeur nie baie, dat een mens theater op helemaal vars nieuwe manier ervaar is waarin jy gewoond is nie. Het gebeur glad nie gereeld nie. En so dit het vir my theaterwereld opengemaak. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.